Wij zijn Transavia. Wij zijn een airline. Maar we zijn ook mensen. Mensen met bijzondere verhalen. Ik ben Rose Marijn en dit is mijn verhaal. Was wil ik al stewardess worden. En ik denk een beetje dat dat door mijn moeder komt. Want die was altijd echt een enorme vliegtuigfan. Dus we gingen altijd vroeger al vliegtuigen spotten. Het was liefde op het eerste gezicht. Dus ik moest samen met hem werken. En ja, het was echt meteen toen ik hem zag, dacht ik, oké, leuk. Maar eigenlijk wil ik het helemaal niet, want ik wil helemaal niet met een piloot. Maar dat had ik me altijd zelf voorgenomen, dat ik dat niet wilde. Maar ja, hij is nu aan het vliegen. Helaas, dus hij kon er niet bij zijn. Maar ik heb lekker mijn vriendinnetje uitgenodigd, dus wordt een leuk weekend. Ik wilde niet een baan op kantoor hebben, dus heel veel viel al af. En uiteindelijk had ik dit gelezen en dacht ik, ja, bijzonder, ik ga eens naar de open avond. En op de open avond, toen werd ik eigenlijk betoverd door de gebarentaal. Ik vond het zo mooi om te zien en die mensen zijn zo vrolijk. En ik dacht gelijk, dit past echt bij me, ik voel me echt thuis hier. En toen ben ik de studie gaan doen. Ja, ik ben freelancer en bij Transavia en ZZP'er als tolk. Dus ik ben eigenlijk een beetje eigen baas, zo moet je het zien. Ik kan mijn hele rooster zelf indelen. Ik heb natuurlijk dan wel 2 vaste opdrachten in de week voor tolken. Maar dat is in het onderwijs. Dus zodra er vakantie is, dan kan ik weer meer vliegen. Ik tolk bijvoorbeeld hele geschiedenislessen. En ik vind het interessant om dat allemaal voor te bereiden en te tolken. Sowieso bij Transavia ben ik de enige die tolk is. Bij andere maatschappijen weet ik het niet, maar... Ik kan me voorstellen dat er niet heel veel stewardessen zijn die ook nog gebarentaal kunnen. Dus 2 totaal verschillende beroepen ook, ja, die niks met elkaar te maken hebben. Behalve dan als doven bij Transavia aan boord zijn. En dat vind ik ook eigenlijk een van mijn leukste dagen van het jaar. Want dan komen mijn 2 beroepen even samen. Eigenlijk wilde mijn man al wel vaker... naar Barcelona, die had het er al heel veel over. Ik dacht, ja, dat is misschien een beetje lastig met heen en weer vliegen. Maar vrienden van ons die gingen verhuizen naar Barcelona. Dus wij kwamen eigenlijk steeds vaker in Barcelona. En elke keer hoe vaker ik er kwam, dacht ik, jeetje, het is echt zo leuk hier en een mooie stad. En toen dacht ik, ja, Roos, waarom doe je het gewoon niet? En dat komt eigenlijk omdat de stad alles heeft. Het heeft een zee, het is super gezellig in de stad. Het heeft een oud centrum. Er is echt een eetcultuur, wat ik net ook al zei. Iedereen gaat heel veel koffietjes drinken, restaurantjes lekker uit eten gaan. Er zijn heel veel barretjes, ja, het is super gezellig. Altijd mooi weer. Dat is ook echt een reden waarom we hier naartoe zijn gegaan. En de bergen zijn vlakbij, dus alles wat wij leuk vinden kunnen wij in deze stad doen. We houden heel erg van zeilen, dus we hebben hier ook een boot liggen. Dus dat kunnen we hier doen. Nu begin ik ook echt hier een beetje een sociaal leven te krijgen, dus nu begint het al steeds meer als thuis te voelen. Ja, Charlotte die komt hierheen. En Charlotte heeft ook 5 jaar in Barcelona gewoond. We kennen elkaar nu 8 jaar. En ja, uiteindelijk is zij dus ook gaan emigreren naar Barcelona voordat wij gingen. Hi! Hallo!
En toen kwam ik haar ook al heel vaak hier tegen en ging ik heel vaak naar haar toe. Zo is de vriendschap ontstaan. Ja, maar ook wel door goede en slechte tijden zijn we er voor elkaar. En dat is wel bijzonder. Ja. We kunnen en heel hard lachen en heel serieus met elkaar praten. En heel hard huilen. En heel hard huilen, ja. Ja, gewoon. Ja. Ja, het gaat gewoon vanzelf. Dat is het, denk ik. Ja. Oeh, lekker. Oeh. Gracias. Lekker. Sorry, even afgeleid. heel zorgzaam. Echt, staat altijd klaar voor de mensen om daarheen. Enorme doorzetter, moet ik ook wel even zeggen. Een vechtertje is het. Nou, bijvoorbeeld tijdens de studie, ik bedoel, het is best wel een pittige studie, toch, gebarentaal. En daar heeft ze echt volledig voor ingezet. Dus dat, maar daar ben ik dus wel heel anders in, dus dat bewonder ik wel in Roze Marijn. Heel lief. Oh. Ook voor mij en soms een beetje gek ook. Ja, we hebben een bepaald soort humor, denk ik, wat niet iedereen helemaal begrijpt. Maar we hebben wij de grootste lol met elkaar. Ze zijn heel veel buiten, met elkaar eten, met elkaar gewoon op straat leuke dingen doen. In plaats van binnen zitten, zeg maar, met je eigen familie. Dat het grootste cultuurverschil is. Ja. Het is na Barcelona wel heel erg wennen in Nederland. Ik denk het ook, als ik terug ga, dat ik weer moet wennen. Dat je dit wel gaat missen. Ja. Het is zo'n relaxed leven hier. Ja. En vooral het weer, het is zo mooi hier. Dat ga je echt missen. Tunes, while my mind's taking off on a runway passing through. There's no slowing down, you can't stop me. I'm a weak plotter, chilling but putting in work like Rocky in a meat locker. Speak proper, cause I always got the nice words. Surrounded by kinda cool flows like an iceberg. See, I stay chill, but I'm never throwing shade. Just looking to shine, cooking up lines for your whole brigade. So if you plan to go against my pen, foolish, I'm tearing it down while staying chiller than a Zen Buddhist. With no worries, no stress on my mind. I work hard, but I take my time. Cause I'm straight chilling like a villain in his own lair. Straight chilling in my village with no care. Under the shade of a palm tree in my bare feet after walking on the beach where I'm straight chilling. Just sitting by the sea. Straight chilling like the breeze. I'm feeling free. De restaurants gaan pas om 7:30 open. Dus vaak gaan wij pas om 8:30 pas naar de stad toe om te gaan eten. Dus voordat je klaar bent met eten is het al 11:30, 12:00. En dan gaan we meestal naar de barretjes in El Born. Daar heb je allemaal leuke barretjes, eigenlijk altijd wel heel druk. En als we dan nog steeds zin hebben om nog later te maken, dan gaan we naar clubs of naar disco's. Ja, ik heb hier een aantal vrienden. Toen Charlotte wegging, toen ben ik op voetbal gegaan. En daar heb ik heel veel mensen ontmoet. En voetballen is een beetje een internationaal groepje. Dus mensen komen uit Zuid-Amerika, Canada, Amerika, Engeland. Ze komen overal vandaan. Spanje, er zijn ook wel een paar Catalanen. Ja, ik vind het heel leuk. Met die mensen ga ik vaak drankjes doen of even eten en voetballen. Het is midden in de stad, de locatie. En het is op een gebouw. Ik heb dat eigenlijk nog nooit gezien, een voetbalveld midden in de stad waar je allemaal balkonnetjes om je heen hebt. En er zit ook net omheen. Je speelt ook een beetje andere regels. Je kan het net gebruiken om te kaatsen de bal. Ja, inmiddels kan ik al wel natuurlijk een beetje Spaans in het restaurant lukt wel en in de supermarkt lukt het me ook wel. Maar als ze door gaat vragen, dan weet ik het echt niet meer. Maar ja, je hebt gelukkig ook Google Translate, dus ik heb altijd de telefoon bij me. Ik denk dat Barcelona altijd bijzonder is geweest voor Roze Marijn. En toen ik hier woonde, toen kwam ze ook heel vaak langs. Ze had de sleutel van het huis.
Ja. En ze was er eigenlijk heel vaak. Heel vaak. Het was een kwestie van tijd dat ze zelf ook kwam.